breekijzer. Ja, dat gaat dus over de Formule 1. Want de Grand Prix van Nederland vindt voor het eerst na 36 jaar weer plaats. Dat is dus in Zandvoort, mocht je het gemist hebben. Het ging niet zonder slag of stoot. Woede, kritiek en hoon ook klonk afgelopen tijd alom. Vanuit de benadeelde festivalbranche, vanuit de milieuhoek, inclusief de rugstreeppadden. Volker Wessels heeft slapeloze nachten gehad of het wel zou lukken met het bouwen van het circuit. Stikstof gooide bijna roet in het eten. En chef special, laten we die ook niet vergeten, die moest maar gratis optreden van good old Prins Bernhard Junior. Het ging maar door, en toch, het is nu vrijdag. En hier zijn we dan. De Grand Prix die gaat door. We zijn dit weekend het stralende middelpunt van miljarden tv-kijkers. Dit is een stukje Hollandse promotie waar je de vingers bij kunt aflikken, mensen. Vandaar, ons breekijzer. Stop met zeuren. Het is namelijk fantastisch dat de Formule 1 terug is in Nederland. Je kan meepraten. Ben je het hiermee eens of oneens? Allemaal welkom. 020-468-4x0. Als je de loftrompet wil spelen en je vindt Prins Bernhard Junior een zeer geschikte peer. Bel of bel als je ook gewoon lekker wilt zeuren over de herrie, het milieu, de diertjes. Dan kun je ook bellen. 020-468-4x0. Bart, ik zie dat je al hangt. Je bent zo aan de beurt. Joe, ik ga eerst naar jou. Joe van Buurik is mijn BNR-collega en ook redacteur van Autosport. Hi. Joe. Ja. Wat ben je het eens of oneens met de breekijzer? Laat ik daar maar eens mee beginnen. Nou, ik ben het wel mee eens, maar wel met een maar. Namelijk dat we na het weekend toch weer eens goed moeten kijken hoe het allemaal gegaan is en hoe het in de toekomst anders kan. Je hebt alles al opgezoomd wat er gespeeld heeft. Daar had ik ook wel wat bezwaren bij. Zeker het feit dat het toch echt wel met twee maten gemeten is. Mm-hmm. Dat er een heleboel mensen nu in treinen worden gestopt, terwijl we toch nog wel wat corona... In treinen worden gestopt? Nee, dat klinkt natuurlijk heel cynisch. Maar ik bedoel meer, weet je, er zijn natuurlijk nog steeds wel wat bezwaren te bedenken. Maar uiteindelijk, kijk, ik ben Formule 1 liefhebber en een volger. En het gebeurt nu, de spotlights staan erop. En het wordt ook gewoon een bijzondere gelegenheid. Het wordt historisch. Het is 36 jaar geleden, inderdaad, ogen van de wereld erop gericht. En uiteindelijk is het wel een sport die gewoon de laatste jaren door de prestaties van Max Verstappen enorm is gaan leven hier. Ja, dus op een gegeven moment is het dan ook toch, vind ik, wel de knop omzetten. Maar die knop mag ook over een paar weken wel weer terug om nog eens een keer goed te kijken hoe het in 2022... Weken? Of mogen we vanaf maandag weer zeiken, Joe, wat jou betreft? Dan een paar dagen langer. Maar voor 2022, hopelijk hebben we dan natuurlijk ook geen coronatoestanden meer. Kan alles weer gewoon. Maar dan laten we het er nog weer eens goed over hebben met elkaar. Goed, ja, dus eens met een maar. Olaf. Ja, kijk, ik sta er zelf vrij dubbel in. Kijk, want ik snap ook heel goed... Ik bedoel, ik heb zelf niks met Formule 1... maar ik snap ook best wel dat heel veel mensen dat wel hebben... en dat het leuk is dat zo'n evenement er is en dat het er hier is. Zeker in een tijd waar toch al niks meer mag. Tegelijkertijd, kijk, ik snap ook heel goed de bezwaren van milieugroepen en zo. Kijk, ik bedoel, de vraag is natuurlijk... moet je inderdaad zo'n circuit daar hebben... midden tussen beschermd duingebied met allerlei kwetsbare natuur en zo? Mm-hmm. Maar goed, ja, die verbouwingen zijn nu eenmaal geweest... weet je, ik gun die mensen die er zijn, gun ik ook natuurlijk hun plezier. Maar het is natuurlijk wel een beetje gek dat dat dan wel door kan gaan en al die festivals zo niet. Dus ik denk dat ook al die evenementenbranche, dat die ook een lid van het Koninklijk Huis moeten vinden. Zodat ze ook even kunnen lobbyen bij de regering. Ja, oké. Dus jij ziet daar ook een belangrijke rol voor een bepaalde lobbyist. Een bepaalde man met aanzien en macht die daar een grote rol in heeft gespeeld dat dit allemaal gefixt is. Ja, natuurlijk. Kijk, en het is ook gewoon geld. Weet je, er wordt natuurlijk heel veel geld verdiend. Er werd net gezegd, geen subsidie vanuit Den Haag. Maar volgens mij heeft zeker de gemeente Zandvoort best wel wat bijgedragen. Mm-hmm. Dat is geen hele grote gemeente, maar die is wel een hele hoop van hun budget eraan kwijt. Ja, dan zou je ook gewoon zeggen, laat al die mensen van Zandvoort daar gewoon gratis naar binnen gaan. Maar die kaartjes zijn behoorlijk prijzig. Er wordt gewoon een hoop geld verdiend. En ook wat je zei van mensen die dan gratis moeten optreden. Ja, dat is gewoon natuurlijk allemaal een beetje zuur. Ik hoor eigenlijk gewoon dat jij het liefst met tomaten zou gooien daar. Dan alleen naar Prins Bernhard. Niet naar de toeschouwer. Maar dus we moeten stoppen met zeuren. Het is fantastisch dat de Formule 1 terug is. Eens of oneens? Ja, dan ga ik toch de genuanceerde midden uithangen. En ik vind het prima dat er gezeurd wordt. Maar ik gun de mensen die het leuk vinden ook wel hun plezier. Hij is dus duidelijk geen SP'er dit. Als het genuanceerde midden van rood moet komen... dan moet ik de extremist uit gaan hangen, ben ik bang. Kom maar. Er wordt absoluut niet met twee maten gemeten. Weet je, mensen moeten nu gewoon kappen met zeuren. Het is een beetje off-topic, maar ik heb vanavond een locatie afgehuurd in Zeist. La Dada, dat was vroeger een kroeg. Ja. Ik vroeg me af, willen jullie vanavond daar tot 5 uur 's nachts met mij gaan zuipen? Want dan denk je, dat is tegen de regels. Alle horeca moet dicht zijn om 12 uur. Ja. En ik moet eerlijk toegeven, er zijn DJ's, er is muziek, de biertap staat open. Ja, of zo. Wat je denkt, tegen de regels, ik mag allemaal niet. Maar om 3 uur 's nachts heb ik een skelterrace georganiseerd... tussen Henk Dissel, de Zeisterse volkszanger, en koningin Beatrix. En het is dus geen avond uit, of een kroeg, of een festival. Het is een race. Dus het mag. En dan denk je van dat mag ik wel zo vinden. Maar de omwonenden denken daar waarschijnlijk anders over. Daar heb ik ook goed nieuws voor. De omwonenden,
Die zijn allemaal uitgekocht door Prins Bernhard. Die heb ik in een tentenkamp in het Zeisterse Bos gezet. Dat noem je tegenwoordig trouwens een flexibele woningenkamp. Geen tentenkamp. Ik geloofde hem dus eerst. Een flexibele, maar kwijt, een flexibele woningen, een flexwoningenkamp zitten zij allemaal. En daar zitten niet alleen de omwonenden. Daar zitten ook de 5 Afghanen die we met ons grote morele kompas naar Nederland hebben willen helpen. Hun familie is nog weg aan het rotten onder de Taliban, maar dat maakt verder niet uit. En alle bunnikers en odijkers en wat voor schorrimorrie je allemaal wel niet in de buurt van Zeist hebt zitten, komt ook naar dat tentenkamp dit weekend om met ons in Ladalla tot 5 uur naar de race te kijken. Dus er wordt zeker niet met 2 maten gemeten. Dit is gewoon 1 groot feest. Mensen moeten iedereen kappen kan met zeuren. Ik hoop dat jullie met mij zuipen vanavond. Nou, klinkt gezellig. Goed, we gaan even naar de bellers. Joe, voordat ik weer bij jou terugkom, laten we eerst maar eens eventjes naar Bart gaan. Even kijken. Bart, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Ja, ik vind het een geweldige man met zijn team, die prins, wat hij gedaan heeft voor Zandvoort. Wat een dorp wat op sterven na dood is. Om daar zoveel mooi leven in te voor de ondernemers en voor alles. Ik hoop dat hij te vaak per jaar iets organiseert. Want dat heeft Zandvoort hard nodig. En ik vind het een geweldige gozer om dat te doen. Ah, met mooi. Het team, hoor. Met zijn hele team. Nee, dus absoluut. Je bent het helemaal eens. Kappen met zeuren. Ja. Dit is fantastisch. Zulke mensen moeten we meer hebben in Nederland. Nou, goeie. Dankjewel, Bart. Mooie bijdrage. We gaan eens even kijken wat John heeft te vertellen. John, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik ben het ook 100% eens. Want het milieuaspect ten opzichte van 3 dagen evenement, dat is gewoon op de schaal van de milieugebeuren te verwaarlozen. Even een statement van Nederland weer voor de rest van de wereld. Waartoe we in Nederland toe in staat zijn. En het is de evenementenbranche, is het juist ook een soort positieve impuls. Want het laat weer zien aan de rest van de wereld. Ik geloof dat er 90 of 100 miljoen mensen gaan kijken dit weekend. Je zet Nederland wel weer op de kaart. En het draait niet zozeer om die race, maar het laat wel weer zien waar je als Nederland toe in staat bent. Ja. Je bent in principe maar een heel klein lijntje, maar je kan wel prestaties van formaat leveren. En wat Prins Bennet betreft, dat gezeur over hem. Het is gewoon een goede zakenman. En in Amsterdam ook. Hij heeft het kapitaal, maar hij knapt het ook op. En het komt er echt weer uit te zien zoals het eruit hoort te zien. Mm-hmm. En de grote steden in de rest van de wereld kunnen er nog heel wat van leren hoe hij het heeft aangepakt. Ja, nou ja, dat is en inderdaad mooi. Er is geen Nederlandse staatssteun bij dit evenement, hè? Laten we wel weten. Nee, alleen van Zandvoort. Dus dat zou ik ook wel een soort indirecte staatssteun willen noemen. Maar inderdaad, het is niet vanuit het Rijk. Joe, zeg het maar. Ja, want kijk, er wordt inderdaad gezegd Zandvoort. En Zandvoort wilde dit ook heel graag. Zeker. Er zijn meerdere artikelen verschenen over hoe graag de gemeente Zandvoort dit evenement weer terug wilde. En Bernhard heeft een aantal jaar geleden dat ski naar zich toegetrokken en is meegegaan in die droom, zal ik maar zeggen. Dus uiteindelijk is hij eigenlijk meer, ondanks dat hij heel erg naartoe geschoven wordt door in de beeldvorming, een katalysator geweest. Mm-hmm. Plus het feit, en dat moet ook al gezegd, zeker, kijk, het kan nu doorgaan met 2/3 capaciteit aan publiek. Ze maken gewoon miljoenen verlies dit jaar. En dat moet ik dan toch een beetje respect toeschrijven, dat je dat risico wil lopen en dan maar hoopt dat je dat in de komende jaren goed gaat maken. Terwijl die discussies nog weer op gaan laaien natuurlijk in de komende mm-hmm. edities. Dus ze verdienen zeker wat krediet. Maar dat zit allemaal in dat capaciteit. Vraagstuk. Hè? Ja. Omdat je dus niet volle bak kan draaien, ga je gewoon het schip in. Punt. Klopt, want in principe verdient een promotor, dus in dit geval Zandvoort, voor deze Grand Prix alleen aan de kaartverkoop. Want alle tv-inkomsten en sponsor, dat is allemaal voor de Formule 1 zelf. Dus de Amerikanen, Liberty Media. Dus er wordt echt wel wat ondernemersrisico genomen. En dat verdient wel enig respect. Mooi. Wilbert, goedemorgen. Goedemorgen, met Wilbert Stuifbergen. Zeg het maar. Ja, ik vind het helemaal geen feestje. Want kijk naar het team van Lewis Hamilton. Die gebruiken volgens mij Mercedes-Benz motoren. En Mercedes-Benz die maken gebruik van Oeigoerse slaven. Er is een rapport van een Australische denktank. En het heet Oeigoers for Sale. Ja. En daar blijkt dat verschillende bedrijven, die dus sportsponsoren, ik heb het nu over de Formule 1, maar je kunt hetzelfde verhaal houden over Olympische Spelen, de Paralympics die nu in de gang zijn. Mm-hmm. Fila, dat is ook een sponsor die maakt gebruik van Oeigoerse slaven. Dus het is helemaal geen feestje. Nee, dus jij wil dat even duidelijk gezegd hebben. Aan de andere kant, ja, dan welk evenement kan je dan nog wel doen? Nou, daar moet je heel goed vragen over stellen. Wat wil je sponsoren? De koning die komt zondag, die komt vrolijk eventjes extra cachet geven aan het feestje. Het is afschuwelijk.
Joe, wat zeg jij daarop? Poeh, dit is een stuk beeldvorming wat zeker in heel veel internationale sporten speelt. Overigens, bij de Formule 1 kun je dan meer vraagtekens zetten bij het feit dat ze heel veel in het Midden-Oosten racen. Grand Prix van Qatar hangt ook voor het eerst in de lucht. Nou, over Qatar zijn we al nog niet uitgesproken vanwege het volgende WK voetbal. Dus absoluut goed punt. Een hoop zaken die niet kloppen. Maar in de context van Zandvoort zou ik zeggen minder onderwerp van gesprek, maar niet veel minder belangrijk. BNR breekt. Nina van den Dungen. Je kan nog een klein kwartiertje meepraten. 020-468-4x0 over de stelling. We moeten stoppen met zeuren. Het is fantastisch dat die Formule 1 weer terug is in Nederland. Joe, er was natuurlijk een hele hoop gedoe. Kun je het een wonder noemen dat het überhaupt doorgaat? Of denk je, ze hadden het echt linksom of rechtsom, hadden ze het wel gefixt? Dat is een beetje de hamvraag. Er wordt natuurlijk ook heel erg gegist eigenlijk van, goh, hoe is die goedkeuring nou toch gekomen? Want ja, het is een sportevenement, maar wel met veel meer toeschouwers dan bij een voetbalwedstrijd. Dus in dat opzicht had ik bijvoorbeeld een maand of twee geleden ook nog verwacht van, dat gaat toch niet gebeuren. Het is toch gelukt. Wonder. Ik denk dat je het uiteindelijk wel kon aanvoelen dat het gewoon zou gaan gebeuren. Al is het maar door de grote commerciële belangen. Zoals ook de rechter heeft gezegd, gezien de milieubezwaren die deze week nog hebben gediend. Ja, dat was inderdaad nog wel eigenlijk best wel frappant. Ik bedoel, de hele woningbouw ligt stil vanwege de stikstofcrisis. Maar dit evenementje moet wel doorgaan. Is dat niet een beetje cru? Ja, misschien. Ja, ik denk dat dit wel een stuk beeldvorming is, toch wel. Maar het is wel een serieus iets waar we gewoon over door moeten blijven praten. En wat Simon opbracht over de evenementenbranche. Dus ik organiseer een feestje waar toevallig een skelterrace in zit. Dan mag het dus. Ja, blijkbaar. Al vraag ik me wel af of hij ook de goedkeuring van de Nederlandse Autosportbond heeft. Want dat hoort er ook bij als je sportevenement organiseert. Is dat zo, Simon? Alleen van de Skelterbond, helaas. Maar ik weet niet of dat meetelt. Dat is dezelfde bond, dus dan heb je als het goed is dezelfde contactpersoon. Oké. Ja, andere delegatie. Maar even zonder dolle. Ja. Ik heb in principe niet zo. Ik vind Formule 1 ook best wel leuk om te kijken. Ik heb niet zoveel tegen het evenement. Maar je moet in je COVID-beleid als landelijke overheid natuurlijk de hele tijd afwegingen maken tussen verschillende belangen. En als je draagvlak wil creëren in Nederland voor COVID-beleid, dan moet dat enigszins eerlijk lijken. Moet dat in elk geval de schijn van eerlijkheid bevatten. Mm-hmm. En ik denk dat als je gewoon heel eerlijk wat je de evenementenbranche aandoet deze zomer naast dit evenement neerlegt met tenten, met muziek, met 100.000 man, met mensen die in treinen massaal, ik heb ze gezien onderweg hier naartoe, massaal er naartoe. Was het sardientjes in, wat was het, haring in een ton? Ja, dat zo ook voelde weer, ik me wel een beetje. Ja. Haring in een ton, inderdaad. Dan is het toch een beetje. Ik heb het niet uit te leggen. Dan is het toch een beetje quod li sed Jovi, non li sed Bovi. Vrij vertaald naar wat Prins Bernhard is toegestaan, is de runderen van de culturele sector niet toegestaan. Ja. Zo voelt dat denk ik wel voor veel mensen. En dat is. Ik denk dat je ook als overheid daar wel vertrouwen verliest. Ja. Dus dat is wel een rekening die je betaalt. Ja, nog steeds kan je bellen. 020-468-4x0. Olaf, hoe kijk jij ernaar? Toch een beetje die veten tussen dan de gewone evenementenbranche, de festivalbranche en dan dit megaspectakel. Ja, ik denk, wat Simon zei, op zich klopt dat wel. Want het voelt natuurlijk heel krom, ook met die ophef over die tenten of dat soort van festivalterrein ernaast. Mm-hmm. Ik snap dat mensen daar gewoon heel zuur op reageren. Ik denk ook van, moet het dan echt zijn dat we daarom dit gaan afblazen? Dat weet ik niet. Nee. Maar ik denk wel ook wat er net werd gezegd, bijvoorbeeld over dat geld en die commerciële belangen. Het feit dat bijvoorbeeld al die tv-gelden dan weer niet naar deze organisatie stromen, maar naar een of andere organisatie ergens ver boven, waar mensen zich ongelooflijk rijk maken aan al die tv-gelden. Ja, dat laat ook wat hele probleem zien. Weet je, want daarom moeten nu ook die ticketprijzen zo hoog zijn en daarom. Maak ze nu dus verlies. Terwijl er gewoon ontzettend veel geld in omgaat. Maar dat gaat helemaal niet naar de organisatie of naar de mensen die daar zitten of wat dan ook. Maar verdwijnt naar. Ik weet niet eens waar die organisatie gevestigd is, maar zal vast ergens in een belastingparadijs zijn. Ja, en hier misschien ook in Nederland, je weet het niet tegenwoordig. En weet jij dat, Joe? Dat parallel is toevallig, want Formula One Management BV zit dus in Nederland. Oh ja, nee, typisch. Oh, dat dan weer wel. Ja, maar belastingparadijs, ik denk niet dat het geld terugstroomt naar de inwoners van Zandvoort. Nee, maar dat zal wel niet. Nee, zeker niet. Simon, ik denk dat je ook een brede parallel kan trekken naar, zeg maar. Maar
is sport voor de mensen of voor het grote geld als je nu naar voetbaltrends kijkt. Ik woon nu een paar jaar in Engeland en best wat van mijn maatjes die zeg maar vroeger een seizoenskaart hadden bij Arsenal of Liverpool of zo, die kunnen dat al lang niet meer betalen omdat het alleen nog maar zakenmensen zijn met zakenpartners, omdat een wedstrijd al... Maar je hebt toch ook nog de gewone seizoenskaart? Ja, dat zou je denken. Maar bij Ajax is het ook de dubbele prijs van toen ik voor het eerst naar Ajax RKC in 2005 ging. Ja, maar is dat niet ook gewoon een beetje inflatie? Ik denk dat wel iets meer is dan inflatie. Het is iets meer dan inflatie, denk ik. En je kan je daar... Ja, ook met zo'n Grand Prix is het natuurlijk uiteindelijk altijd... Zij kunnen landen tegen elkaar uitspelen. Ze kunnen zeggen, ja, als we niet in Nederland doen, dan doen we het wel elders. Maar het wordt een elite kwestie. Het is al een elite kwestie. En het zou toch prettig zijn als overheden. En niet alleen op nationaal niveau, daar moet je mee samenwerken. Maar we hebben afgelopen jaar ook al gezien dat ze internationaal voor het eerst gaan kijken naar het aanpakken van vermogensbelasting. Mm-hmm. Om die race to the bottom eindelijk eens te stoppen. Om gewoon te denken van ja, hoe willen we internationaal sport beleven? Willen we dat dat puur gaat om winsten voor aandeelhouders, of willen we dat het ook een beetje toegankelijk blijft voor mensen op lokaal niveau? Ja. En ik denk dat landelijke overheden daar op internationaal niveau een grotere rol in kunnen spelen. Ook bij Zandvoort. Je luistert naar